advertenties in WhatsApp, een geheimzinnige update in Instagram en polls in Facebook Video. Dit is Kennis met Dennis, de social update waarin ik jou de social feitjes van afgelopen week verhoud, zodat jij deze week weer kunt knallen. De oprichters van WhatsApp beloofden altijd dat er geen advertenties in WhatsApp vertoond zouden worden. Maar zij zijn al een tijdje weg en WhatsApp valt al even onder Facebook, dus het was natuurlijk wachten totdat het wel zou gaan gebeuren. Nu is het dus zover en gaan er wel advertenties getoond worden in WhatsApp. Gelukkig is het wel in het statusgedeelte en dat is het gedeelte wat op stories lijkt waar toch niemand naar kijkt. Shazam is de app waarmee je liedjes kunt identificeren. Hij herkent de intro niet eens. Nu kun je nadat je een liedje hebt geïdentificeerd het direct plaatsen in Instagram Stories. Alle info rondom dat liedje komt dan in je Instagram Stories te staan en natuurlijk kun je het liedje ook luisteren. Instagram komt mogelijk ook met een feature waarmee je de previews van Instagram TV video's direct in je Stories kunt plaatsen. Ze tweeten hier afgelopen week over, maar de tweet werd ontzettend snel weer verwijderd, dus het is nog onzeker of en wanneer dit gaat gebeuren. Facebook komt met een extra optie bij het plaatsen van linkadvertenties. Voorheen kon je bij een Facebook-advertentie die geoptimaliseerd was voor kliks alleen brede afbeeldingen toevoegen. Nu kun je ook vierkante afbeeldingen toevoegen. Ook heb je nu de mogelijkheid om polls in tijdlijnvideo's te posten. Je video moet daarvoor wel 10 seconden of langer zijn en je kunt meerdere polls aan één video toevoegen. Wil jij als een baas leren inhaken op de actualiteit op social media? Dat kan, want wij geven met de teams van Rauw CC tijdens Social Media Week Holland een heuse inhakerworkshop. De plaatsen zijn beperkt, dus zorg ervoor dat je snel tickets scoort via smwnl.org en zorg dat je op tijd voor de deur staat om lekker mee in te haken tijdens de workshop. Dit was Kennis met Dennis voor deze week. Volgende week ben ik er weer met de nieuwste social update.